Ajax-vrouwen staan in de startblokken voor de hervatting van de competitie. Die begint vrijdagavond met een uitwedstrijd tegen Heerenveen. Het grote doel voor de koploper is om tot en met de laatste wedstrijd bovenaan te blijven. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Ja, die was heel erg goed. Die begon natuurlijk al in Portugal. En daar hebben we goed aan de teambuilding gewerkt en aan onze fitheid. En ik denk dat dat de perfecte start is voor de tweede of eigenlijk voor ons derde stukje van de competitie. Ajax staat stevig aan kop met 38 punten. 8 meer dan FC Twente. De ploegen spelen nog een halve competitie met 7 wedstrijden. Daarna maken de bovenste 4 in de play-offs uit wie er kampioen wordt. Voor aanvang van die play-offs worden de punten gehalveerd. 8 punten wordt dus 4 punten, dus dat is nog niet superveel. Maar dat is natuurlijk wel heel fijn. Maar die gaan we ook wel nodig hebben, want we gaan nog heel veel lastige wedstrijden krijgen. Dus die willen we zeker vasthouden en het liefst uitbouwen natuurlijk. Hey, wij moeten gewoon onze wedstrijden blijven winnen. Ook in die derde speelronde nog. En dan gaan we vanaf april gaan we rustig richting de play-off kijken. Ajax begint de tweede seizoenshelft zonder Merel van Dongen. Zij is vanwege een knieblessure zeker 1,5 maand uit de roulatie. De vraag is hoe trainer Engelkes dat gaat oplossen. Nou, dat heb ik wel in mijn hoofd. Dat zal ik nog niet delen met jullie voor de camera, maar daar hebben we het plannetje voor klaar. En we zijn de afgelopen weken zijn we een beetje aan het uitproberen geweest. We hebben iedereen gezien die we daar wilden zien. Om de facturen achterin te kunnen opvullen zou Kelly Zeeman een linie kunnen zakken. Ook is het mogelijk dat Anouk Hoogendijk naar het centrum opschuift. Ja, ik heb natuurlijk ook vaak centraal achterin gespeeld. Ik kan er meer plekken uit de voeten, dus ik zie wel waar het team me nodig gaat hebben vrijdag. Hoogendijk is aan een sterk seizoen bezig, maar een terugkeer in Oranje zit er definitief niet meer in. Vorige week zette ze een punt achter haar imposante interlandloopbaan. Ik stond er volledig achter en ik was er echt 100% zeker van. Maar natuurlijk is het wel moeilijk dat je een periode afsluit waarin je heel veel mooie dingen hebt meegemaakt en wat een heel groot deel van je leven was. Dus het is ook wel even een heel gek moment dat je dat zo beseft dat het over is, maar ik sta er wel helemaal achter. Ingrijpender dan de beslissing van Hoogendijk was het nieuws over trainer Ed Engelkes. Vorige week werd bekend dat de gezichtsbepalende coach met zijn laatste seizoen bezig is. Mijn contract liep af en Ajax heeft besloten om het niet te verlengen. Dus daar moet ik op dat moment respect voor hebben. Ik weet hoe het werkt in de voetballerij. Op het moment dat je jezelf betreft is het vervelend. Het is meer de onzekerheid die je hebt over wat er na dit seizoen gebeurt. Ja, natuurlijk schrokken we daar wel van, want vanaf het begin af aan werken wij hier met Ed. En ik werk al veel langer met Ed, eigenlijk al vanaf onder 12 in mijn jeugdteam, zeg maar. Toen ik 10 jaar was, had ik hem al als trainer. Dat kwam eigenlijk op dezelfde dag als dat ik bekend maakte dat ik ging stoppen bij het Nederlands team. Dus dat was een hele gekke dag met heel veel verschillende emoties. Natuurlijk heb ik mijn teleurstelling, maar dat moet ik op het veld wel kwijt zijn. Dus nogmaals, ik ben professioneel en ik ga gewoon het zo goed mogelijk doen. En ik heb beloofd dat voordat ik hier wegga, dat wij met de schaal staan. En ik ga uitermate mijn best doen om te zorgen dat ik die belofte waar maak. Een goed resultaat tegen Heerenveen zou een eerste stap kunnen zijn richting een passend afscheid voor de trainer. De wedstrijd is vrijdagavond om 19:30 live te zien op www.ajax.nl.